Leuk dat u kijkt naar Eimond Business, het programma met ondernemers van OV Eimond, waarin u antwoorden krijgt op vragen als wie is het gezicht en wat is het verhaal van het bedrijf en wat zijn de kansen en uitdagingen in onze prachtige regio. Vandaag is Henriette van Westerhoven van Rigo Verffabriek bij mij te gast. Hartelijk welkom. Dankjewel. Rigo is specialist op het gebied van verf op basis van plantaardige lijnolie, waarmee ze de erfgoedmarkt bedient. En ik ben benieuwd, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Wij zijn inderdaad onder andere specialist in lijnolieverven. Lijnolie is een olie die je gewoon kunt telen. Dus we groeien dat hier in de Haarlemmermeerpolder. Wordt gemaakt van vlas. En lijnolie is eigenlijk al van oudsher een belangrijk bestanddeel voor het maken van verf. En wij hebben dat eigenlijk nieuw leven ingeblazen. Dus we hebben technische innovaties gedaan op lijnolieverf. Mm-hmm. En die lijnolieverven worden met name gebruikt in monumentaal erfgoed. Dus voor het restaureren van monumentale banden. En waarom gebruiken ze die verf en niet de andere soort? Ja, nou, je kunt je voorstellen dat we hebben in Nederland best veel erfgoed. Mm-hmm. Veel oude panden. En zoals ik al zei, is lijnolie van oudsher een bindmiddel wat gebruikt wordt voor verf. Mm-hmm. Dus wat wij zien is dat we in monumentale panden heel veel oude lijnolieverflagen tegenkomen. Mm-hmm. Dus op het moment dat een pand gerestaureerd moet worden, dan komen daar vaak technisch adviseurs bij kijken die een advies gaan geven over hoe een pand hersteld moet worden. En dan vinden we dus die oude lijnolieverflagen, die vaak nog best goed intact zijn. Mm-hmm. En wat is er mooier dan dat je je erfgoed ook weer kunt herstellen met materialen die vergelijkbaar zijn. Mm-hmm. Met de tijd waarin een pand gebouwd is. Ja. Dus er is best veel regelgeving over hoe je met monumenten om mag gaan. Mm-hmm. Hoe je om moet gaan met de renovatie. En daar vult de lijnolie dan echt een gat. Echt een duurzaam product. Wat ja, het is duurzaam en het past echt bij de authenticiteit van erfgoed. Mm-hmm. En dat het duurzaam en Nederlandse fabrikaat is dan nog weer eens extra pluspunt. Ja, snap ik. Ja. Ja. En daar zijn jullie ook de enige in Nederland? Of? Ja, wij zijn nu nog de enige in Nederland die echt lijnolieverven maken. Oké, bijzonder. Ja. En dat gewoon in de Eimond. Hè? Met het bedrijf gevestigd in Aarmuiden. Ja, al meer dan 80 jaar. Zo lang al, ja. Ja. Het is echt een familiebedrijf, hè? Van oorsprong een familiebedrijf, mm-hmm. Ja. We zijn nu net sinds een paar maanden overgegaan naar een Europese groep. Dus mm-hmm. We maken nu onderdeel uit van een Europees bedrijf. Wat ook van oudsher een familiebedrijf is, wat in dezelfde niche-markt zit als wij. Ja. Dus een van onze niches is die lijnolieverfmarkt. Mm-hmm. En de andere is watergedragen vloerlakken. Dus wij maken vloerafwerkingsproducten voor parket. Okay. Dus als je een houten vloer hebt thuis, is de kans heel groot dat daar een product van ons op zit. Ja. Ja. Ja, want er is ook voor de particuliere markt is natuurlijk ook de winkel is er natuurlijk ook, hè? Ja. Ja. Dus die is natuurlijk ergens anders gevestigd, wel in IJmuiden. Wel in IJmuiden, ja. Ja. De meeste mensen in de Eimond of in IJmuiden kennen ons van onze winkel. Ja, ken dus, ik ook. Dus als je zegt ik ben van Rigo, dan zeggen ze daar langs het kanaal. Ja. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Langs het kanaal zit onze winkel en groothandel. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is dat ook de plek waar Rigo in 1938 ontstaan is. Echt daar begonnen. Dus we zitten echt al sinds 1938 aan de IJmuiderstraatweg. Ja. En vanaf welk jaar ben jij er zelf bij gekomen en hoe is dat zo gekomen? Ik ben sinds 2010 in het bedrijf. Mm-hmm. Het was inderdaad een familiebedrijf van de familie van mijn man. Mm-hmm. En mijn man en ik hadden allebei hele andere carrières. Ik werkte bij de HEMA en hij werkte toen nog bij Tata Steel als HR-manager. En wij waren begin 30 en hadden net een kindje gekregen en besloten het roer helemaal om te gooien. Mm. Dus we hebben allebei onze banen opgezegd en zijn op wereldreis gegaan. En ook echt met het idee om te bedenken van wat willen we nou eigenlijk echt? En is dit het werken voor HEMA, Tata Steel, is dat wat we blijven doen? En toen kwamen we er eigenlijk geleidelijk aan achter dat we stiekem wel toch het familiebedrijf over wilden nemen. Toen is mijn man na de wereldreis daaraan begonnen, Toon. Mm-hmm. En toen dachten we, volgens mij is het slim om het samen te doen.
En dat hebben we gedaan. Jullie vullen elkaar goed aan, denk ik dan. Ja. Omdat je zegt samen doen. Ja. Dan denk ik gelijk van, nou, hoe is dan de verdeling? Of hoe ga je dat dan? Ja, ja. Nou, de verdeling is nu zo dat Toon helemaal verantwoordelijk is voor alle sales. Mm-hmm. In de Benelux. Dus ook voor de verschillende merken die we nu voeren in de Benelux. En ik doe de operationele aansturing van alles in IJmuiden. Oké. Ja. Want ik zag ook, je hebt... theaterwetenschappen, heet dat, gestudeerd. Ja. Heel iets en, anders. Ja, heel wat anders. Dus dan ben ik altijd benieuwd van, doe je daar nog wat mee, zijdelings? Of doe je vanuit Rigo daar nog iets mee? Ja, grappige vraag. Ik doe zelf op het moment niks in het theater of in de culturele sector. Maar wat ik heel leuk vind, is dat wij met het bedrijf, doordat we een eigen bedrijf hebben... wel in staat zijn om met het bedrijf iets te doen voor de culturele sector en voor het theater. En we krijgen natuurlijk dat zal iedereen weten als je een bedrijf hebt in IJmond, dat je heel veel vragen krijgt voor sponsoring. En er komt ook altijd veel vragen voor sponsoring voor sport en voor verenigingen. En wij hebben ervoor gekozen om ons specifiek toe te leggen op kunst en cultuur in de regio. Omdat we zien dat dat toch vaak een ondergeschoven kindje is. Het wordt veel vergeten eigenlijk door het bedrijfsleven. En ik vind het juist heel belangrijk om daar oog voor te hebben. Omdat ik denk dat kunst en cultuur zo belangrijk zijn om je een mening te vormen als mens. En we krijgen heel veel informatie tot ons via sociale media, via televisie. Maar het grote verschil met kunst en cultuur is dat kunst en cultuur zet je vaak aan het denken. Ja. Dus het geeft je, ja, het vraagt gewoon iets meer van je. En ik vind het heel leuk dat we dat als bedrijf kunnen ondersteunen in de vorm van sponsoring. Dat je toch nog een bijdrage levert aan de cultuur. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en wat we altijd zeggen, het geeft kleur en verruimt je blik. Precies. Ja. En die link is mooi gelegd inderdaad ook op de website. Hè? Ja, ja, en dat mooie is natuurlijk website, trouwens. Helemaal ons ding. Blikken en kleuren. Leuk, ja. Nou ja, zie je, zo komt het toch allemaal weer... weer een rond verhaal, zeg maar. Ja. Ja. En welke kans zie je zelf voor de toekomst van Rigo? Heb je daar nog een beeld bij voor de langere termijn? Nou, we hebben dus net eigenlijk een hele grote belangrijke stap gezet door samen te gaan met een Europees bedrijf. En we hebben heel specifiek deze partij gekozen omdat we zien dat onze ambities heel dicht bij elkaar liggen. En de ambities met name ook op het gebied van duurzaamheid. Dus wij hebben als familiebedrijf zijn we echt al 40 jaar bezig met het ontwikkelen van zo duurzaam mogelijke verfproducten. En je ziet toch dat je als kleine speler heel moeilijk echt het verschil kunt maken. En dat heeft er ook vooral mee te maken dat je afhankelijk bent van toeleveranciers. Ja, dus wij zijn weer afhankelijk van grondstofleveranciers en producenten. En door je krachten te bundelen, en we hebben dus nu een hele goede partij gevonden in Frankrijk, de Blanchon Group, die ook grote duurzaamheidsdoelstellingen hebben, kunnen we gewoon met elkaar veel grotere stappen zetten. Ja. Dat is heel spannend. Dat is mooi om echt wat groter impact te kunnen maken. Ja, om impact te kunnen maken. Dus Blanchon maakt bijvoorbeeld zijn eigen bindmiddelen. Mm-hmm. En dat is voor ons heel belangrijk. En voor ons als groep. Ja. En daarin kunnen we dus veel meer verandering teweeg brengen in wat er gebeurt in de branche. Ja. Ja, interessant. Ja, dus we zijn klaar voor de volgende 80 jaar Rigo in de IJmond. Ja, goed om te horen. Want nu je het inderdaad over IJmond hebt, hè, verder. Zie jij verder kansen ook in de IJmond? Hè? Wat er nu allemaal gaande is? Dat is echt specifiek voor de IJmond dan? Ja, ik denk dat we echt aan de vooravond staan. Of misschien zitten we er al middenin. Enerzijds hebben we natuurlijk de kansen die de zee ons biedt. Hè? Ja. En de offshore en de wind en de nieuwe energiemarkt. En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat Amsterdam steeds meer onze kant op kruipt. Dus het feit dat er een grote woonwijk gebouwd gaat worden in Sloterdijk. Zie je, denk ik dat we daar echt op in moeten zetten. Dat we niet alleen maar kijken naar de IJmond, maar naar metropoolregio Amsterdam. Waar de IJmond uiteindelijk een onderdeel van uitmaakt. Daar zie ik
kansen voor het bedrijfsleven in ieder geval in de Eimond. Ja. Ja. Ja, het wordt al groter, het plakt steeds meer aan elkaar vast. Hè? Ja, en we kunnen daarin... ik denk dat, dat Amsterdam misschien nooit zoveel naar onze regio gekeken heeft. Mm-hmm. Maar dat gaat absoluut veranderen. En omdat we nu als Eimond inzetten op die technologie... Mm-hmm. Hè, dus om onszelf op de kaart te zetten als de technische regio hier in Noord-Holland... gaat dat ook steeds meer aantrekkingskracht van Amsterdam opleveren. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Denk ik ook, ja. Ja. En hopelijk trekt dat dan ook weer studenten aan en meer kennis en potentie. Mm-hmm. Want die hebben we natuurlijk wel nodig in ons gebied. Zeker, ja. Zeker. Want hoeveel mensen zijn er bij jullie in het bedrijf? Wij hebben nu 60 mensen werken. Ja. Ja. Van allerlei verschillend allooi. Dus omdat we zowel een productiebedrijf zijn, maar ook een eigen laboratorium hebben. Eigen sales, eigen marketing, finance. Dus er is eigenlijk bij ons voor iedereen altijd wel een plekje. Ja. Nou, bedankt voor het gesprek. Ja. Alle afleveringen kunt u terugkijken op het YouTube-kanaal van OV Eimond en Eimond Nieuws. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.